Wat u net hoorde, dat was een melodietje dat met de tekst erbij al gauw een liedje wordt. En Yvonne Keuls zou het heel graag mee willen zingen, maar dit mag ze meestal niet van. Vlieg met me mee, vlieg met me mee naar de Bali. Eiland van tempels, van goden, tradities en bloemen en palmen, maskers en dansen van honderden jaren geleden. Vlieg met me mee, die vliegt met me mee naar Bali. Ga met me, kom met me, vaar met me, vlieg met me mee. De zeeende bergen, de groene valleien, de Sava's, de stille vulkaan. En alles gespiegeld in schilderijen, leven en kunst als de zon en de maan. Vlieg met me mee naar Bali. Eiland van tempels, van goden, tradities en bloemen en palmen. Maskers en dansen van honderden jaren geleden. Vlieg met me mee naar Bali. Ga met me, kom met me, vaar met me, vlieg met me mee. Ga met me, kom met me, vaar met me, vlieg met me mee. Ga met me, kom met me, vaar met me, vlieg met me mee. Applaus voor Hans Stijg. Goedenavond. Nou, over Bali zingen. Ik ben er een aantal keer geweest. Ik zie ook gelijk die Sava's als jij het erover hebt. Ik woon al heel lang in Den Haag. En Den Haag is natuurlijk ook wel een beetje een Indische stad. Met Indisch eten. Met Yvonne Keuls. Mijn naam is Alice de Bruin. Ik ben journalist. Ik woon dus ook in Den Haag. Ik ken Yvonne Keuls al een beetje uit mijn carrière. Want we hebben elkaar meerdere malen gesproken. Althans, jij was dan altijd te gast in een of ander programma wat ik deed. Onlangs hebben we eind vorig jaar nog een heel mooi tv-interview gehad. Wat nog niet is uitgezonden. Maar dat komt er nog aan. De datum, daar zijn we nog een beetje over aan het nadenken. Maar de bedoeling is dat het binnenkort op NPO 2 wordt uitgezonden. En dat is een heel bijzondere uitzending, al zeg ik het zelf. Mede dankzij jou hiervoor. En, nou kom maar mee. We gaan gewoon weer eens met elkaar praten. Vlieg met je mee. Precies, vlieg met me mee. Jij mag daar zitten. Ja, okay. Hoeveelste interview is dit, denk jij? Wat je geeft, weet je dat nog? Of, Weet ik niet. Misschien de 80ste of 100. Ik weet niet. En is het dan, want ik hoorde je even... Altijd anders, want de interviewer interviewt altijd zichzelf. Dus het is, ja, het is heel bijzonder als je... elk interview is het interview met de interviewer. Ja, dus, maar is het dan ook nog spannend voor jou, ja, eigenlijk? Ja, dat is omdat het voor mij spannend is, omdat ik nooit weet wat het gaat worden. Nee. Jij gaat het doen, dus ja. Jouw interview. Nou, en toen heb ik gedacht, ja, wat doen we nou? Gaan we nou, hoe gaan we dit aanpakken? Want dat kun je op honderden manieren doen, een interview, dat weet jij ook. Ja. En toen dacht ik, toen kreeg ik via de uitgever allerlei foto's van jou te zien. Oh. En ja, en toen dacht ik, misschien is het gewoon wel leuk om jouw leven door te nemen aan de hand van foto's. Ja. Het thema is stemmen uit het verleden. Ja. Nou, stemmen, dat komt ook altijd in je op natuurlijk. Maar je kan ook denken aan beelden uit het verleden. Ja. Dus wij laten beelden zien en dan horen we ook de stemmen en dan horen we ook vooral jouw stem. Ja. En dan zou ik willen vragen of de eerste foto voor mag. We hebben al deze. Ja. Toen dacht ik wel,
Yvonne Kuls, 87. Ja. Een vriendin van mij nodig ik uit om hier vanavond te zijn. En toen zei ze, en ik stuurde haar een Be Unlimited uitnodiging. Ze zei, dat ziet die vrouw er nog fantastisch uit. Ja, je moet op afstand blijven. Nee, maar toen zag ik deze foto. Ja. En dit is zo fantastisch. Ja, maar het is 43. Foto. 43 al? Ja, en ik had altijd die doek om. Want ik had geen tijd om haar te kammen. Want ik werkte in het opvanghuis toen. En heel veel nachtdiensten. En ik denk dat ik daar uit de nachtdienst kwam. Ja, ja. Maar goed, wat scheelt het als je er nu zo bij zit en dat? Ja, ik ga er echt niet op zitten lijken hoor. En dat is de moeilijkheid met foto's. Je moet, als ze recent zijn, dat is die andere, die weet ik veel, die was hier zo net. Die is recent. En dan, als ik die zie, denk ik, ja, ik moet erop lijken. Ja. Maar het lukt bijna niet. Nee, maar goed, er zijn mensen die zeggen, Yvonne Kuls, die blijft er een beetje meisjesachtig uitzien. Hoe nou, dat voor elkaar? Ja, nee, dat is met iedereen. Je hebt allemaal een bepaalde leeftijd. En die hou je. En wat is jouw bepaalde leeftijd? Acht jaar, negen jaar. Jij voelt je 8, 9 jaar? Ja, toen kwam ik uit Indië. En ik kwam in Holland en het zoete Indië heb ik achter me gelaten en in mijn hart gelaten. En ik kwam in een koud land waar oorlog kwam. En ik heb altijd vastgehouden dat stukje wat ik verlaten heb. En dat is die leeftijd. En ik heb ook altijd het gevoel dat ik dat nog in me heb, dat ik dat ben gebleven. Deze foto die komt nu voor. En als je zielig, dokter, hier heb ik pijn. Want? Ik weet niet, ik vind het erg zielig. Nee, waarom zielig? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het zielig. Maar hoe oud ben je hier? Nou, dat weet ik niet. Dat was in een flat, denk ik. Ik weet het niet. Misschien 38 of zo. Ja, maar daar zie je er ook wel prachtig uit, hè? Ja, heel naïef. Naïef? Ja, heel naïef. Waarom naïef dan? Dat weet ik niet, dat zie ik toch aan het gezicht. Heel naïef. Ja. Ja, het gaat over jezelf, hè? Nou, ik vind je niet naïef, dat zou ik niet willen zeggen. Maar goed, je bent 87, je ziet er nog fantastisch uit. Ja. Je voelt je 8 jaar. Nou, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben, hoe dat dan zit. Hoe zit het eigenlijk lichamelijk? Ja, ga ik allemaal kwalen. Nee, nou nee, maar goed, 87. Zitten we hier morgen nog? Nee, maar 87 zijn mensen die komen de deur niet meer uit, hè? Dat nee, nou, als ik de deur niet uitkom, dan zit ik aan een boek. Dan ben ik, moet ik een boek af hebben. Nou, ik heb goede tanden. Dat begint te trekken. We gaan niet alle organen langs, dat is niet mijn bedoeling. Maar het is meer van, ben je nog fit om alles te doen wat je wilt doen? Ja, ik ben heel erg fit en ik zeur niet, hè? Het liedje van Annie Schmid, hè? Zeur niet. Hij haakt gelijk in. Ik ga het zingen. Oh, oké, dat dacht ik. Als je oud bent, als je moe bent, als je rillerig en ziek en depressief bent. Ja. Maar ga je cocktaildress verscheuren, maar ga niet zeuren. Ja. Bonnie Stewart, Annie en Schmid. Ja, dat Hans Steiger, dames en heren. Ja. Even applaus alvast voor hem. Hans en ik hebben vele malen opgetreden. Altijd feest met Hans. Ja. Zo, we gaan er een feestje van maken ook vanavond. Hij gaat ook optreden tijdens ons gesprek. Laten we even teruggaan naar Nederlands Indië, want je noemde dat al. Tot je 7e, 8e heb je daar gewoond voordat je naar Nederland kwam. En daar hebben we ook prachtige foto's van gevonden. Ja, en hier dan was ik die baby, hè? Ik keek toen wel zuur. Ja, ik was een nakomertje. Maar dat was, mijn moeder zei, dat was niet de bedoeling, want ze hadden al een nakomertje. Dat was dat andere jong. Ja. Want wie zien we hier? Mijn jongste broer, Rudy, hele hoge Piet geworden. En mijn zusje, Greetje. En Hans, die daarachter staat. En wie was Hans? Hans is mijn oudste broer. Ah, en die heeft jou beet. En die? Die heeft jou op zijn ja, die heeft mij heel lang vertroeteld. Ja? Ja, ik heb altijd gedacht, als ik nog één zus of broer erbij had, dan had ik totaal geen problemen in mijn leven. Want ieder van mijn broers en zusters, die zorgde ergens voor. Mijn zusje zorgde voor de kleren van mijn kinderen, want daar had ik natuurlijk ook geen tijd voor. En voor de sinaasappels die uitgeperst moesten worden toen ze baby waren.
En mijn jongste broer, die hadden wij geen auto natuurlijk, die bracht mij overal naartoe. En zo, zit je weer goed? Ja. Zo. Mooi, en mijn oudste broer, als, ik had nooit geld. En dan zei ik, ja, ah, ik heb weer geen geld. En dan, en dan gaf hij geld. En echt, als ik er nog eentje bij had gehad, dan had ik echt geen probleem. Dat zou alles voor je gedaan zijn. Laten we nog eens naar een foto kijken uit jouw jeugd. Ah, dit vond ik ook heel mooi. Gillen van de lach natuurlijk, altijd lachen. En dat is mijn babonin. En die heeft mijn leven lang is ze mee geweest. Die is met de boot naar Holland gegaan. Echt? Ja. En die ging in een, op de Van Boetselaan, hoek Kranenburgweg, had je toen een huis. En dat was, ja, dat wil je niet geloven, dat was een hangplek, dat had je toen al, voor zeebaboes. En daar ging zij naartoe. En wij woonden toen op het Frederik Hendrikplein en ik ging. Ik had zo'n verlangen naar haar, dat ik ging bijna iedere dag liep ik naar mijn baboenin. Ja, dus de baboe kwam mee vanuit Nederlands-Indië naar Nederland. Ja, en de baboe was voor mij eigenlijk een soort moeder. Ja, ja. Dat begrijp ik. Ja. En hier staat ze, een ja, mooie hier, foto. Ja, dat is de enige foto waar ik baboenin heb. Ja. Volgende foto? De hele familie? Ja, dat is een huis. In hier waar wij, mijn man zit daar, waar wij tot 2 jaar geleden nog ieder jaar naartoe gingen. Dat staat er nog. Staat er nog en het is nog in de familie. Ja. En wat voor gezin was het daar in Nederlands-Indië? Ja, hoe zou je dat omschrijven? Nou, mijn vader was een hoge ambtenaar. Hij was een ingenieur, was een Joodse jongen uit Holland daar naartoe. En mijn moeder was een half Javaanse. Had een Javaanse moeder. En die stierf toen ze 22 was. En toen ging mijn moeder naar haar vader, de vader van mijn moeder dus, die keek helemaal niet naar die kinderen om. En die heeft, toen die vrouw stierf, toen haar moeder stierf, heeft ze de kinderen die zij toen al had, bij de zusters Ursuline in een weeshuis geplaatst. En daar heeft mijn moeder gezeten tot haar 18e jaar. En toen werd ze gewoon de straat opgegooid. En toen kwam ze toevallig, een apotheek die daar aan de overkant was, die heeft haar toen gezet in een kosthuis. En ze moest dan een beetje werk doen voor die apotheek. En in dat kosthuis zat mijn vader. Die was net uit Indië gekomen. En die, ja, mijn moeder, die was zo mooi. En die vond dat een mooie meid. En die is toen met haar getrouwd. Ja, nou ja. Laten we nog naar een foto kijken. Denk ook nog uit Nederlands. Ja. Dit is jouw moeder. Ja, dat is mijn moeder. Die deed alsof ze helemaal helemaal ver-Europees was. En zij poederde zich helemaal wit ook nog. Met bedak. Dat heette bedak. En bedak is van bedekken. En waarom deed ze dat dan? Dat nou, helemaal wit poederen? Omdat je, als je blank was, dan deed je mee. En zij deed helemaal mee, dus ja. Met een broertje weer met elkaar? Met dat broertje, ja. Ja, dat volgende maakt foto. Naar kommetje. En dat ben jij ook, neem ik aan, of niet? Ja, dat is een tussentijds verlof waarvan ik niets weet meer. Ik denk dat ik 1 jaar of 3 was. Ah, en wie is die mevrouw? Nou ja, dat zie je, dat is mijn zusje. En die was donker. En die was eigenlijk net zo donker als mijn moeder, alleen zij poederde zich niet wit. Dat is het verschil. Ja, en waarom deed zij het niet dan, denk je? Omdat zij gewoon natuurlijk mens was, een heel erg mens. En was gewoon zichzelf. En kwam er ook voor uit dat ze donker was? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, dat kon ook. Ja. Volgende foto. Ja, dat is op school. Was de oorlog net begonnen. En toen schreef ik al verhalen in mijn schriftje. Want ik heb een stapel van die schriftjes. Waarin ik eigenlijk al een kleine rebel was. Ik schreef alles wat er gebeurde in de oorlog. Als je fietsen moest inleveren, als je dekens moest inleveren. Dan ging dat in een verhaal van mij. En ook de eerste dag van de oorlog staat in dat schriftje. Heb ik geschreven over de parachutisten. Die zag ik 's ochtends vroeg om 4:30. Maar wat was de neiging? Waar kwam dat vandaan om het op te willen schrijven? Dat weet ik niet. Dat was toen al de schrijfster in jou? Omdat ik als jongste door niemand aangehoord werd. Men was bezig.
En dus schreef ik het op. Ja. Ja, zo is het gegaan. En zo is het begonnen misschien. Zo is het begonnen. Ja. Ja. Volgende foto. God. Ja, we hebben echt haar. Nou, daar was ik wel een tante. Ik had vlak na de oorlog TBC, dus ik heb het eerste jaar zo goed als in een Zuidwal, een sanatorium, dat was het toen, gezeten. Maar daar kom ik gezond uit. Dat is een godswonder dat je met TBC vlak na de oorlog eruit komt. Daar kwam ik op school terecht. En achter mij zie je dat nog, de puin van het Stokroos Lyceum. En daar zat ik dus op. En dat is door de Duitsers in de 1942 is dat gelijkgemaakt met de grond. 25.000, je kunt je niet voorstellen, 25.000 huizen zijn geofferd aan de Atlantic Wall. En wij hadden een huis op Alamoonstraat. Mijn vader was intussen leraar en in die straat hadden leraren huizen, waren hele mooie huizen. En wij moesten in 24 uur, we kregen een briefje, een pamflet, in 24 uur moesten wij het huis verlaten. Omdat die Atlantic Wall gebouwd moest worden. En daar zou Atlantic Wall komen. Ja. En nou goed, dan zie je daar helemaal recht, zie je nog zo'n huis staan, weet je wel? Nee? Ja, ik zie het. Daar. Maar daar is een puin gekomen en op dat puin hebben ze een sportveld gemaakt. En dit is op een sportveld waar wij staan. En die zijn we? Die dat zijn die meiden? Dat zijn meiden. Dat is niet allemaal te weten, maar nee, zijn het vriendinnen? Of dan waren er vriendinnen, een gedeelte uit mijn klas. En ik had in mijn klas alleen maar één nog. Waren we z'n tweeën. Want ik moest dus door die vader van mij, die was wiskundeleraar. Dus alle kinderen Bamberg moesten HBSB doen. Of je daar nou geschikt voor was of niet. Ik was er dus toch wel geschikt voor, maar ik had liever het gymnasium of een andere talenafdeling. Ik moest dus ook naar HBSB, dus ik zat daar, dat waren alle meisjes van de parallelklasse HBSB. En dat is per klas ongeveer twee geweest. En die donkere ben ik. Moet je nagaan, want in die tijd werd ik al een allochtoon genoemd. Ik was donker en allemaal waren ze blond. En werd dan op, hoe reageerden ze dan op jou? Ik was dus, alle meisjes uit Batavia zijn zwart, pikzwart. Dat werd gezegd? Ja. Maar werd je ook uitgescholden? Je, ja, dat had op mij totaal geen vat, want ik was een sterk meisje. Maar wat zeiden ze tegen je dan? Nou, een zwart meisje uit Batavia. Ja, ja. Ja. En Maleier, zeiden ze ook. Ik wist niet eens wat het was. Maar ik had er helemaal geen last van, want, en daarom heb ik dat genoemd van dat TBC, ik heb natuurlijk een hele grote strijd moeten leven om in leven te komen weer. Hè? Na de oorlog, TBC, in zo'n sanatorium en dan eindelijk genezen en naar school. En toen was ik eigenlijk veel sterker dan die andere meisjes. Ja. Dus ik kon wel wat hebben. Volgende foto. Ja, dat is je moeder. Dat is mijn moeder. En dat in Salomon, ja, daar kan je zien dat zij een half jaar vals is. Want wat doet het je als je zo naar haar kijkt? Ja, ze is niks veranderd in haar hele leven. Ze is bijna 100 geworden, maar ze is gebleven wie ze was. Dat is het leuke van mijn moeder. Maar omschrijf haar eens, want er is veel over jouw moeder gezegd. Jij ook in voorstelling, je hebt er een boek over geschreven. Ja, ik heb een boek over haar geschreven. En heb ik 10 jaar na haar dood pas kunnen beginnen eraan. Ik was in het begin was ik nogal boos op haar. Omdat zij... ik heb 10 jaar voor haar moeten zorgen. Met mijn broers. En die heb ik meer gedaan dan ik. Dat vond zij de gewoonste zaak van de wereld. Ze belde je op om 2:30 s'nachts. En zei met een stalen gezicht. Zeg, weet jij waar mijn veters zijn? En dan zei ik, nou mens, waar heb je nou om 2:30 s'nachts veters voor nodig? Ja, ik kan toch niet slapen. En dan denk ik, ik doe mijn schoenen uit, maar ik heb geen veters. En zo ging het door. Je moest doen wat er in je kop kwam. Want zij vond dat, daar had ze kinderen voor. Haar kinderen moesten haar verzorgen.
En ik maar dat was aan het eind van haar leven, vertel je nu maar. Nou, de maar, laatste 10 jaar van haar leven. Ja, maar aan het begin, weet ik uit ons eerdere gesprek, ja? Toen jullie in het Statenkwartier gingen wonen, ja, zij wilde niet graag naar buiten. Nee, nee. En jij werd naar buiten gestuurd, vertel ja, dat ja, eens. Ja, ik was natuurlijk als jongste, heb ik dat ding nog? Ja. Als jongste was ik een soort heraut van haar. Hè? Ik moest doen wat ze zei. Zij ging niet naar buiten. Waarom? Ze had geen schoenen. Dat is een heel goed argument. Als je geen schoenen hebt, ga je niet naar buiten. Waarom had ze geen schoenen? Zij kon geen schoenen aan. Want ze liep in Indië altijd in sandaaltjes. Die breed waren. En hier was het dan koud. En dan kreeg zij veterlaarsjes. En dat moest zij aan. Dat was denk ik de mode toen. En dat wou ze niet. Dus ze zat daar met een blote voet in huis. En dus zei ze, ga voor mij kijken, zoek voor mij, koop voor mij, doe voor mij. Dus ik moest alles doen en daar ging ik aan wennen. Dus zij stuurde mij uit en dan had ze ook nog een boodschap bij. En kijk daar vooral om de hoek, dat moest ze zien. Tot daar kon ze het zelf zien, maar om de hoek kon ze niet zien. Dus dan moest ik thuiskomen met een verhaal. Maar bij mijn moeder kon je niet zomaar met een verhaaltje komen. Zij was zelf een vertelster. Ja, zij vertelde verhalen over het volk, over een land. Je kon uren naar haar luisteren. En dan kwam ik maar niet terug, want ik vond het daar leuk. Nou, op de Frederik Hendriklaan had je een poelier met al die blote kippen die daar hingen. Dat had ik allemaal nooit gezien. En een hoedemaakster en alles, allerlei winkels had ik in Indië nooit gezien. Ik was daar heel. Indië had je een prachtig koloniaal huis. En dan had je een erf eromheen. Maar geen blote kippen? Nee. Nee. Had je niks. Maar dan kwam jij terug en had je die blote kippen gezien? En, ja. En al die andere dingen? Maar daar was mijn moeder niet in geïnteresseerd. En dan had ze één woordje en dan, ze had een krukje klaarstaan. En dan kwam je binnen en zei ze, kom. En dan doe ik dus maar op die stoel. En dan moest ik vertellen. Dat woordje en. Dat is voor mij magisch geworden. En? Nou, en dan ging ik. Maar ja, ik kende mijn moeder zo goed. Dus ik dacht, ja, ik kan niet over de kippen vertellen, want ik kippen deed. Maar, wat dan? Dus ik verzon hoe het er daar uitzag. Ik verzon en ik dacht, om haar een beetje goed te stemmen, verzon ik een landschap dat leek op Indië. Met watervallen, met kamies, met stenen erin, noem maar op. Wat je dat allemaal gezien had om de hoek? Wat ik gezien had, om het toch niet te controleren. Want ze ging toch niet naar buiten? Ze ging niet naar buiten. Tot ze op een dag naar buiten ging, ja? Ik weet niet of je dat vertelde. Ja. Nee, nou, op een dag had mijn zus, die zoveel ouder was, die had een vriendje. En die huurde een auto, dan weet je wel, die auto's die hadden vroeger zo'n treeplank. Die werden naar buiten geslagen. En mijn moeder, voor die ene keer wilde ze dan mijn schoenen aan en ging ze mee in de auto en dan zat ze dan. En ik moest altijd mee, je kon je gewoon niet voorstellen, ik moest overal mee. Nou, toen gingen jullie de hoek om? Ja, en toen gingen we rijden en die jongen die zou haar de buurt laten zien en ik zweette pintjes, dat weet ik wel. En ik dacht, nou komt ze erachter dat er geen waterval is en er geen bergen en toestanden. En zij keek, en ik zie dat beeld nog voor me, zat ze te kijken. En toen zei ze op een gegeven ogenblik, zo ziet het er niet uit. Dus een totale omslag. Ze koos voor het verhaal. Ze koos niet voor de werkelijkheid. En met zo'n moeder wil je schrijven. Want ze koos voor het verhaal en zij heeft mij van jongs af aan geleerd, het gaat om het verhaal. En of je dat verhaal nou mooier maakt of weet ik het, dat is niet zo belangrijk. Dat zijn allemaal ingrediënten, die heb je nodig voor het verhaal. Nou, dan ben je thuis, dan ben je klaar. Laten we je, dit is het boek trouwens wat je hebt geschreven, Mevrouw Mijn Moeder. Dit is het boek, Mevrouw Mijn Moeder, wat ik uiteindelijk dan heb gezegd. Het is een heel eerlijk boek, dat, ik heb het gelezen, het is heel eerlijk.
Vijftigste druk, hè, nu, tijdens de boekenweek. Het is de 50ste druk. Ja, dus echt wel heel veel. Hè? Maar je kon het pas schrijven toen ze dood was. Nee, 10 jaar was ze al dood. Ja. Ik heb het al een paar keer geprobeerd en dat lukte mij niet. Ik vond het ook een beetje een verraad naar haar, want het is niet altijd even leuk. Wat was er dan niet leuk aan jouw moeder? Ik bedoel, ze heeft er toch voor gezorgd dat jij de Yvonne Kuls bent geworden die je bent en een succesvolle schrijfster. Nee, nou, daar heeft ze niet voor gezorgd. Ze heeft gezorgd ervoor dat ik ben geworden wie ik al de bedoeling ben dat ik word. Want ze zei al, ze gaf mij een andere naam. Ze vond die naam onzin, Yvonne. Dat vond ze niet. Zij noemde mij Angin. Angin betekent in het Maleis wind. En ook verhaal dat op de wind wordt gedragen. Maar ook verhaal. Want Maleis is een hele rijke taal. Hè? Mm-hmm. Het betekent ook verhaal, het betekent ook gerucht. Dus alles heeft met geritsel om de waarheid te maken. En het betekent ook kan waar zijn. Kan niet waar zijn. Ik hoor het er nog zeggen. Zo. Die naam. Ze zei ook, want jij gaat later vertellen. Wat heeft ze want je wordt wat je naam zegt dat je bent. Nou, dat is waar. Ja. Maar wat was, jij zegt dat boek, daar zaten ook minder leuke dingen in, ook bij moeder. Wat vond jij ingewikkeld aan je moeder? Waar had je moeite mee? Dat ze niks deed. Zij zei niet andere mensen. Ze had een handje, dat is het enige wat ze gebruikte. En dan ging zo, haal, doe, koop, zorg, pak, noem maar op, zo, dat ging dan zo in en weer. En dan vond ze de gewoonste zaak van de wereld, dat je dan in beweging kwam. Maar dat kon niet altijd, ze had westerse kinderen. Ik werd opgevoed tot een westerse vrouw uiteindelijk. Ik had een westerse baan. Ik had westers tijdbesef, ik zat er wel. Mijn moeder had gevoel, tijdloosheid. Die had geen horloge, die had geen klok, die had niks. Die ging alles op gevoel en op gevaar af natuurlijk. Hè. Maar daar had jij moeite mee, dat zij jullie zo bedeelde eigenlijk. Ja, nou ja, zij beschikte over mij. En over mijn zus, en die was een groter rebel dan ik. Die was in de oorlog ook in het verzet, dat waren... He, of misschien verzetten ze zich wel tegen mijn moeder in het verzet, dat weet ik niet. Hè. Maar mijn moeder beschikte over haar dochters, dat vond ze makkelijk. Maar haar dochters telden toch niet mee, want dat waren vrouwen. Want ze komt, het tegenstrijdige is dat zij uit een matriarchaat komt, het oude Indië, zeker het Javaanse volk. Is een matriarchaat, dat is de vrouw die daar toch een zekere in een dienst uitmaakt. Maar het zijn mannen die belangrijk zijn. Ja. Dus mijn broers waren belangrijk. En even je vader, want laten we even naar je vader kijken. Ja, yes, mijn vader is een Joodse jongen. Ja. En was hij belangrijk in het gezin? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar mijn vader was mijn vader, die ging ook zijn eigen leven. Die zei, maar ja. Mijn vader is vroeg overleden, 53 jaar. Dus ik ken hem maar 12 jaar van mijn leven. Maar ik heb veel van hem geleerd. Was je een vaders- of een moederskindje? Ik? Ja. Ik was gewoon mezelf. Daar heeft zij wel voor gezorgd. Dat ik opgroeide naar mijn eigen gevoel. Maar ik had bewondering, respect voor mijn vader. Maar dan zegt het woord al, bewondering schept afstand. Ik heb toch nog een afstand naar mijn vader. Mijn vader was een mathematicus. Ergens in mijn boeken zeg ik een tovenaar. Voor mij was hij ergens een tovenaar, want hij in zijn vrije tijd maakte hij kaleidoscopen. En ik weet niet of je weet, kaleidoscopen is dan zo draait. Mijn kerk is een ander plaatje. Ja. En dat is een godswonder. Ja. Dat je dat, nou, hij maakte dat. Het was een wonderlijke man. Ja. Hij ging naar Indië, dat vertelde je aan het begin. Uiteindelijk zijn jullie met z'n allen teruggegaan. Waarom was dat eigenlijk? Waarom gingen jullie terug naar Nederland? Ja, TBC. Ik heb van hem TBC over. En toen moesten jullie terug naar Nederland? Ja, dan kan je daar niet blijven. Nee, okay. Maar hij had eigenlijk door moeten gaan. Hij had ons willen deponeren. Alles goed willen in elkaar willen zetten. En dan zou hij naar een sanatorium in Zwitserland of zo. Maar daar is helemaal gewoon niks van gekomen, want mijn moeder redde het gewoon niet. En dat, hij heeft mij wel eens gezegd,
of althans niet aan mij, maar ik heb erbij gestaan dat hij dat zei, dat hij zo'n vrouw als mijn moeder niet alleen kon laten. Goed, laten we gaan zo verder praten over Indonesië en de impact die dat heeft gehad op jouw leven. Maar een mooi moment om even naar een liedje te gaan luisteren. Nou ja, de woorden, over Indonesië. De woorden die ik net hoorde. Yvonne vangt de woorden van de wind. Als je in Indonesië bent of je in Amsterdam is, apa kabar, hoe is het met je? Kabar angin. Het idee van je hoort een verhaal en dat wordt op de wind meegedragen. Ja. En dat was een zin die kreeg ik uit een van de boeken van Yvonne Kreuls. En een aantal jaren terug vond ik ook een televisiefragment waarop Yvonne te gast is op televisie en zij achter de piano zit en dan speelt zij dit. Van de wind. Haar iepenhouten boog is soms ontspannen. Een rusteloze pen vol nieuwe plannen. Maar een kaar, een dame, haast een Indisch kind. Ze geeft ziel aan het theater en theater aan de woorden. Ze geeft stem aan wat en wie, aan ieder die haar dierbaar is. Eigenzinnig, vastberaden, kwetsbaar op de barricade. En haar woord is woord en daad, ze staat voor haar geschiedenis. Ze geeft zinnen aan het leven, niet te stuiten zo gedreven. En haar dochters zijn prinsessen in het eindeloze rijk. Van verbeelding en verbazing, van vroeger en van later. Van reizen en theater, van een avond van papier. Ze kan springen tussen katten, tussen koters en vriendinnen. Onrecht klast haar aan het hart, maar ook ze schaadt het van plezier. Ze is toomeloos en grenzeloos en energie ontstekend. Met de smaak van de regen, de geur van de aarde, van onder de grond en van over de zee. Met het kleed van de ziel. En de meegaande tijd gaan de Indische voormoeders steeds met haar mee. Op de klank van het zingende, magisch herhalende, hier Nonni Joppi, daar Nonja Besar. Met de tranen omgrepen, de goudgroene takken, verbeelden het leven dat doorgaat vandaag. Kabar angin, gerucht op de wind meegedragen, je bent wat je naam zegt, Yvonne vertelt. Met een knipoog naar Jalan Slokan, Schravenhagen, Jalan Slokan, Beeklaan. Met Rob die haar trouw jaar na jaar vergezeld. Want ze geeft zin aan het theater en theater aan de woorden. Ze geeft stem aan wat en wie, aan ieder die haar dierbaar is. Eigenzinnig vastberaden, kwetsbaar op de barricade. En haar werk is woord en daad, ze staat voor haar geschiedenis. En zo spiegelt ze onze tijd van gestolde idealen, het verhaal in kapitalen en cursief. Daarom is ze ons ook zo bijzonder lief. Mooi. Goed te verstaan. Toomeloos en grenzeloos zingt hij, hè? Dat gaat over jou. Oh ja. Klopt dat een beetje? Ja, als Hans het zegt, die kent mij goed hoor. Ja. Een boogschutter in het kwadraat. Die vonde is van 17 december. En de geleerden hebben uitgerekend dat zij een boogschutter met ascendant boogschutter is. En dan ben je toomeloos, grenzeloos. En niet te stuiten. Ja, misschien. Hij is goed onderzoek naar gedaan. Indië, laten we het nog heel even over Indië hebben, maar dan Indië vooral in Nederland ook, hè? Kijk. Dit zijn mijn Indische tantes. Die ene die plakt gewoon een pleister op haar hoofd. Ja. Het zijn net de Daltons, vind je? Ja, dat is de enige. Nee, ik heb er 24.
Zijn die alle 24 hier naartoe gekomen? Nee, een groot gedeelte wel, zeg maar 20. En het zijn niet allemaal familieleden, nee. Maar vrienden werden ook tante genoemd, hè, allemaal. Dus ik weet het niet, dit is familie, dus allemaal familie. En waarom zijn zij jou zo dierbaar? Ja, omdat je je rot lacht om die lui. Het is, ze zijn allemaal zichzelf. Ze zijn de hele dag met elkaar bezig. Dat is onvoorstelbaar. En ze doen ook alles voor elkaar. Als er iemand ziek is, dan ze zorgen voor elkaar. Ja, dat is zo dierbaar. En hadden ze het ook moeilijk met elkaar? Want het was ze zeggen, de hele dag kletsen ze met elkaar. En van de hak op de tak en van vroeger naar later en van later weer terug. Soms helemaal niet te volgen. Nee, maar ze waren natuurlijk wel, je zou kunnen zeggen, misschien wel een van de eerste allochtonen in Den Haag. Ja. Nou, en hadden het toch best wel moeilijk ook. Ja, wat in Nederland kwam in principe eerst bij mijn moeder. Mijn moeder had een groot huis op de Laan van Meerdervoort. En die had zo ontzettend veel matrassen overal op kasten liggen. Wat aankwam, kon blijven slapen. Maar pak maar een bultzak en leg maar neer. Dus dat kon bij mijn moeder. En bij mijn moeder waren ze veilig. Ze hadden natuurlijk een vreselijke tijd achter de rug, een oorlog gehad. Vaak weduwe. En op welke manier de ene die erbij zit, die kwam dan bij mijn moeder. Die zei, ja, ga maar. Ja. Doe bij een man. Ja, haar man. Ja, die hebben ze onthoofd, ja. Toen ze zijn hoofd in de kali gegooid, ja, en toen heb ik hem voorbij zien drijven. En toen zei mijn moeder met een schaalde gezicht, ah ja, ja, maar jij hebt het wel warm gehad daar, ja. Wij hadden het koud. Ja, dat is mijn moeder. En dan allemaal lachen, en dan was het over. En dan had de volgende een vreselijk, ze vertelde elkaar de vreselijkste verhaal. En waren die verhalen waar? Ik bedoel, heeft dat hoofd ook echt door die kaal in gedreven? Het is wel een mooi verhaal. Ja, nou ja, houden we dan maar zo. Maar is dat in dat huis aan de Laan van Meerdervoort, waar ze nu staan? Nee, dit is een ander huis. Okay. Nou ja, goed, het maakt niet uit. Het is, en altijd weer met zo'n zak met boodschappen. Ja, want dat zat ik ook net te kijken. Wat is dat voor? Ja, dat is niet de Albert Heijn, maar wat nee, is het wel? Nee, een woningwinkel, ik weet het ook niet. Dat heeft te maken met het begrip Blanja. Blanja is boodschappen. Pas nodig om boodschappen te doen. Blanja is boodschappen. Het is ook niet voor niks dat ik van Wieteke, als ik een cadeautje ben, altijd een boodschappentas. Wieteke van Dort. Ja, is dat zo? Dat krijg je jouw ook boodschappentas. Ja, boodschappen. Hiervan. Even de volgende foto, want die is eigenlijk wel een soort van in het verlengde van deze Indische tantes. Ja. Dit kennen de Hagenaars denk ik wel, dit beeld. Ook op de Frederik-Hendrikplein, denk ik, ja, waar het staat. We hebben daar voor de uitzending van Omroep Max hebben we daar ook omheen gecirkeld. We zouden daar naartoe gegaan. Ja, ja. En toen zei jij dat die ene ook echt op jouw moeder lijkt. Ja, hè? Die linker is een compleet beeld van mijn moeder. Het was niet de bedoeling, want de beeldhouwer, Loek Bos, die had wat foto's gekregen. Maar niet mijn moeder erbij. Mijn moeder wilde nooit op foto's en hij bekeek dat en hij heeft deze twee beelden gemaakt. Maar de familietrekken en de manier van staan, die zitten er toch in. Dus toen het onthuld werd, ja, toen zag ik toch weer mijn moeder. Ja. En dat klopte dan weer. Ja, dat is zo leuk. Het is een prachtig beeld. En ook dat praten, altijd praten. Ik vind het beeld eigenlijk het allermooiste van achteren. Die ruggen die zo koesterend bij elkaar staan, dat vind ik zo mooi. Ja. Want jij hebt ook al, zij kwamen natuurlijk naar Nederland. Veel Indische mensen kwamen in Den Haag te wonen. Ja. En je hebt heel vaak wel gezegd dat je een beetje de manier waarop Nederland reageerde op de komst van de Indische Nederlanders naar Nederland, dat niet allemaal even netjes is gegaan. Nee, dat is ook onkundig geweest. Maar noem eens wat dan? Een heleboel mensen zijn eerst in contract, pensioens. Ze zijn niet opgevangen. Er is alleen gedacht, wij hebben een oorlog gehad. Hè? En een hongerwinter, iedereen had het over de hongerwinter. Mijn moeder had het over de hongerwinter. Mijn handen, mijn winterhanden, winterhielen. Maar dat die andere een onthoofde man had, dat zat er ook helemaal niet op de wereld. Nee, dus wat de mensen in Nederlands-Indië hadden meegemaakt.
de vreselijke oorlog daar met Jappenkamp en alles wat daarbij hoort, dat werd hier niet serieus genomen. Dat heeft heel lang geduurd. Langzaam druppelde het door. En zie jij dan, want we zijn nu zoveel jaar verder, en Den Haag, ik hoorde vanmiddag nog iemand vertellen dat Den Haag 53% nu mensen heeft van allochtone afkomst. Dit is een uitstervend ras. Ja, maar dit misschien, maar hoe zie je overeenkomst met hoe wij nu omgaan met nieuwe Nederlanders en nieuwe Hagenaren? Nou, we zijn beter voorbereid op de nieuwe Nederlanders. Wij weten wat ons te wachten staat. Maar in de tijd, toen daar die hele invasie kwam van Indische mensen die allemaal in de problemen zaten, moet je niet vergeten, de meeste, zeg maar 90% had grote problemen. En die kwamen hier naartoe en ja, die kwamen helemaal niet gelegen, hè? Dat moet je niet vergeten. Wij hadden in de tijd inderdaad geen huizen. Ik ben begonnen even te zeggen dat met de Atlantic Wall in Den Haag, zijn 25.000 huizen naar de grond gegooid. Dat is wat, 25.000. Dus er waren ook gewoon geen huizen voor deze nieuwkomers? Nee, maar voor ons waren er ook geen huizen. Er was verplichte inwoning. Er kwam een ambtenaar kwam langs van Volkshuis Westvesting. En die kwam kijken hoeveel kamers jij had. En als jij met 3 personen zat, dan hoefde jij echt niet een huis van 5 kamers te hebben. Dan kon je er 2 verhuren. He, dus dat was van bovenaf opgelegd. En daar kwam ineens die hele invasie. Die wou ook nog in Den Haag wonen. Want die hadden allemaal familie in Den Haag. Dus het is ergens logisch dat de Hagenaars, de Hagenezen, dachten, ja jezus, ze komen die lui ook nog. Ze hebben daar de boel rijk gestolen. Daar, he, ze hebben zich rijk gestolen. Ze hadden totaal geen idee van wat die mensen hadden meegemaakt. Je hebt ook boeken geschreven over, over je tantes, hè? Ja. Het boek Indische Tantes, hier zien we het. Nou, dat is maar een klein boekje. Ja, en ook nog tassen, iets met tassen. Ja, verschillende. Maar het heeft best wel lang geduurd voordat jij daarover ging schrijven. Ja, hè? Pas toen, dat weet ik niet, tot ik zelf wakker werd en ik zelf al een keer in Indonesië was geweest, toen realiseerde ik me bij terugkomst dat dit een uitstervend ras was. De dans. Ja, dit was een uitstervend ras, dat kregen wij nooit meer terug. En als ik er toch tussen zat, dan moest ik mij eigenlijk uit die sociale sector waarin ik dus al 10 jaar werkte, moest ik me even losmaken, even, dacht ik, om eventjes dat wat er in mijn familie gebeurde, om dat maar eens even gestalte te geven. En dat heb ik dan ook gedaan. En ja, toen kwam daar zoveel reactie op. En intussen ging ik ook me dus verdiepen in deze mensen. En er waren in mijn familie, ook in mijn familie van mijn man die zelf in alle Jappenkampen heeft gezeten, die ging er ook eigenlijk eens over praten. Dat heeft ook lang geduurd. En, want het heeft tijd nodig voordat je het verhaal wil vertellen. Ja, toen ben ik eigenlijk erachter gekomen. Nee, wat hebben die mensen meegemaakt? Ja. En zo ben ik toen eigenlijk voor het eerst mijn roman gaan schrijven, Louietje Smarte gehad. Ja. En allemaal dat het belangrijk is om de geschiedenis op te schrijven. Ja. Ik kijk helemaal naar onze pianist, want die heeft volgens mij ook nog een nummer over de Indische tantes, toch? Ja. Laten we daar nu even naar luisteren, voordat we verder praten over het onderwerp. Ik weet dat we 88 waren en in oktober 2013 werd het standbeeld dat Loek Bos had gemaakt, we zagen dat net hier, onthuld. En toen heb ik even gespeeld met de gedachte om een lied te maken met alle 88 Indische tantes. Maar dat liep vreselijk uit de hand qua lengte en tijd. Dus het werd Tante Do en Tante D en Tante Dien, Tante Pop en Tante Prul en Tante Lien, Tante Estelle en Tante Bel en Tante Toetie, ja die kennen we nog wel. Tante Boetje, Tante Sofie, Tante Roel en Tante Nol. En laten we van allen niet vergeten, Tante Wie en Tante Yvonne. Waar zijn de Indische tantes gebleven? Toetie en Mek en D. Tante zo mooi door Yvonne beschreven. Sofie en Boetje en B. Dorot en Isje, Muisje en Lea.
Mattie en Titi en Praltante Bel. Op zoek naar de tantes, kom kijken, kom hier. Ze praten nog steeds met elkaar in het Statenkwartier. Tante Doe, Tante Dee, Tante Dien. Tante Poppen, Tante Prullen, Tante Lien. Tante Estelle en Tante Bel. En Tante Toetie, ja die kennen we, die kennen we nog wel. Tante Boetje, Tante Sofie, Tante Roel en Tante Ro. En laten we nog niet vergeten, Tante Wie, Tante Yvonne. Hoor je ze praten, straks naar Caruda. En dan haar desendes de thee. Stijlvol en kleurig, hoed op en keurig. En Blanja, tassen en een paar jong moet mee. S'avonds naar paatje en maatje Sarina. En voor 7 uur ruimt ook al toet. Tjendel voor oma, voor Henri koud bier. De tassen gevuld tot een rand in het Statenkwartier. Van Bodum, van Lembo en Jokja, met pijn in het hart gerepatrieerd. Het huis van Oranje, de koning van Spanje, werd evengoed ook daar en hier geëerd. Met oom Lou en oom Leo, oom Boepie, oom Vent, met een keurige baan bij het gouvernement. Met de bindangs, de sterp, de strepen liefst vier. Een volgzame man van belang in het Statenkwartier. Tante Doe, Tante Dee en Tante Dien. Tante Pop en Tante Prun en Tante Lien. Tante Estelle en Tante Bel. En Tante Toetie, ja die kennen we nog wel. Tante Boetje, Tante Sofie, Tante Roel en Tante O. En laten we nog niet vergeten, Tante Wiet, Tante Yvonne. Ach, waar zijn die Indische tantes gebleven? Kom, kom, we gaan samen op zoek. Kijk in de fret, staan ze mooi in het leven. En in het brons, dankzij Loek. En hoe ze het deden, dat Haagse verleden. Ze hielden de boel al die tijd bij elkaar. Stijlvol en sterk, zelfbewust authentiek. Soms niks te makken, maar altijd op chic. En nooit op de knieën, voor geen vloer en geen vet. Dat zijn de Indische tantes die Von heeft gekend. Tante Doe, Tante Dee, Tante Dien. Tante Pop en Tante Prille, Tante Lien. Tante Estelle en Tante Bel. En Tante Toetie, ja die kennen we nog wel. Tante Boetje, Tante Sofie, Tante Roel en Tante Ro. En laten we vooral niet vergeten, Tante Wiet en Tante Yvonne. Dankjewel. Nou, we hebben het over heel veel al gehad, maar we moeten het natuurlijk ook hebben over waar denk ik heel veel mensen uit de zaal jou ook van kennen. En waar ik je ook van ken toen ik op de middelbare school zat en boeken las zoals Jo Rapp en zijn maat en het leven van... Floortje Bloem. Floortje Bloem. Verrotte leven. Floortje Bloem. En daar hebben we, hebben we denk ik allemaal wel gelezen, of veel van ons. En dat, daar hebben we ook een foto van. Maar dat, voordat jij ging schrijven, wil ik even, want ik wist dat niet, dat jij ook voor de klas hebt gestaan. Ja, ik ook. Ik was nog een vierde klas. Maar een soort luistermoeder, maar dan anders. Ja, het meest indrukwekkende is de zesde klas die ik had. 53 kinderen. Ja, vlak dus na de oorlog was dat een vernieuwingsschool. De Schilderswijk werd gesaneerd. En al die kinderen die kwamen in een nieuwe school terecht. En de zesde klas, daar kwam alle puin bij elkaar. Want de schoolleeftijd was 15 jaar. Dus je moest op school blijven tot je 15 jaar. En die kinderen die gingen niet naar de MAVO of naar de HAVO of weet ik het al. Nee, die moesten gewoon op school. En die werden allemaal bij elkaar geharkt en die kwamen bij mij. En de zesde klas en ik was nog nauwelijks 20, mijn nagaan. En ik kreeg die 53 kinderen. En er waren er 12 bij en 10 moesten toelatingsexamen doen.
Maar boeken waren er ook niet. Dus ik moest ook nog alle lessen maken. En ik had getrokken, je moest loodjes trekken. En ik trok natuurlijk weer de rotste plaats. Om 6:30 's ochtends mocht ik mijn lessen stenselen. En dan daarna de andere, want het is maar één stenselmachine. En die stencils die deelde ik dan uit. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, daar schiet ik niet meer op. En toen, ik speelde goed piano. En ik heb toen mijn oude piano gekocht en die heb ik midden in de klas laten takelen. Boven was dat. Enorm huiszaal was dat. En toen heb ik alle lessen heb ik op muziek gezet en laten zingen. En ik ben er nog steeds van overtuigd dat dat de beste manier van lesgeven is. Maar daar is eigenlijk, op die school in de Schilderswijk, is daar jouw maatschappelijke betrokkenheid? Ja, want dat was een volksschool. Ja. En die kinderen hadden niks. Die hadden echt helemaal niks. Die moesten eerst de melk rondbrengen met de vader. En dan mochten ze daarna naar school. En dan, ja, en dan moest ik maar zien dat ik wat kon met die kinderen. En die hadden de grootste problemen. En, maar ja, goed, het waren enige kinderen. En daar ben ik ook met mijn schrijverschap begonnen. Want ik heb toen een musical gemaakt. Omdat ik toch op die piano zat te hakken. Heb ik dus een musical geschreven over het leven van die kinderen. En met die musical, heb je daar niet een foto van? Nee, dat was een blind meisje, dat zat bij mij op school. Zat de hele dag bij mij op school. Ik geloof niet dat we de musical, ik heb die foto's wel gezien, maar die hebben we intussen zitten. Met die musical trok ik rond en vooral in de Dalton HBS, hadden ze een mooi podium. Ik kwam alle scholen naartoe. Ja, maar goed, dan heb je met kinderen te maken die het slecht hebben, die eerst de melk moesten rondbrengen. Maar dan is er nog geen boek over bijvoorbeeld heel binnen slaan. Zo ver was ik helemaal. Nee, maar wanneer is dat ontstaan voor jou? Nou, dat is de basis van mijn interesse voor kinderen die aan de verkeerde kant van de tafel terechtgekomen zijn. Wat zeg je dat mooi? Ja. Aan de verkeerde kant van de tafel terecht. Maar dat is zo. Ik zit in de goede, jij ook, klaar. En zij kunnen het net niet redden, met niks. En kun je nog herinneren dat je daartussen zat en dat je dacht, deze kinderen zitten allemaal aan de verkeerde kant van de tafel? Nee, dat niet. Nee, kijk, er is nog een verder leven gekomen. En toen heb ik successen behaald met schrijven enzovoort. En toen, heel langzaam is dat gebeurd, toen was ik die ene foto waar ik mee begon, dat was in een jaar of 43. Toen dacht ik, waar ben ik mee bezig? Ik was op een punt gekomen dat ik het helemaal gemaakt had, op mijn 43ste. Ik kreeg alle banen aangeboden die ik maar hebben kon. Ik kon dramateur worden bij de Haagse Comedie toen. Ze hadden een hoofdafdeling drama, die was net overleden en daar kon ik inspringen en zo. Ik werd uitgenodigd om in de redactie van het Vaderland te komen. Ik kon kiezen. En ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet, het is te gladjes, het is te glad voor mij geworden. En ik dacht, ik ben met papieren, mensen en situaties bezig, met schrijven. Mm-hmm. Ik schreef de boeken De Kleine Zielen van Couperus, verfilmde dat. Ik dacht, daar ben ik mee bezig, met de eeuwwisseling van naar de 20ste eeuw, daar ben ik mee bezig. Terwijl ik op scholen kwam om lezingen te geven. En daar zag ik dat kinderen met de drugs bezig waren. Waarom zijn ze met drugs bezig? Dat wilde ik weten. En zo heb ik mij verdiept. En toen kwam ik erachter dat wij toen al de eerste zwerfkinderen hadden. En we zijn er nu achtergekomen dat net zoveel is geweest als wat er nu is. Zoveel zwerfkinderen hadden we. En toen dacht jij van, daar wil ik over gaan schrijven. Ja, en toen kwam dus die hele een periode terug van de begintijd dat ik les gaf, omdat ik dacht, hier hoor ik, hier ben ik daar. Ik was ineens weer dat oorlogskind. Dat had moeten knokken om in leven te blijven. En ik dacht, ik wil dit. Ik wil niet al die gezettelde banen en met al die mensen kwekken. Dat wil ik niet. Ik wil terug, ik wil naar mijn eigen basis. En dat is, toen heb ik mensen gevonden. Want je doet niks alleen in je leven. Ik heb mensen ontmoet en onder de leiding van dokter Margriet Reijers, zij was een psychiater bij de GGD. En die had ook in de gaten gekregen wat er allemaal in Nederland gaande was. En daar kwamen mensen om ons heen, die hebben geïnteresseerd, of die waren geïnteresseerd, ik weet niet hoe het gegaan is.
We waren uiteindelijk met 14 man. En wij zeiden zo, als het nu in Nederland gaat, is het niet goed. En over wat had je het dan? Over de jeugd? Over de jeugd, over de kinderen die wegliepen van huis en in de drugs zien terechtkwamen en waar geen opvang was. Nergens van. Voor. En behoorlijk verslaafd waren en aan de straat overgeleverd waren. En hoe was dat dan? Want jij was toch eigenlijk een keurige Haagse dame. Ja, ben ik altijd juf in het onderwijs geweest. Ja. Hè, dat ben je inderdaad altijd gebleven. En dan opeens heb je te maken met kinderen die aan de andere kant van de tafel zaten en die verslaafd waren. Enkel verschil, want ik had meteen een enorm contact. Wij besloten toen om een huis te huren met 26 kamers. Dat is nu dus het huis van Leger des Heils. Die heeft het daarna overgenomen. Om die kinderen op te vangen? Om die kinderen op te vangen. En in het begin kregen ze allemaal keurig een kamertje. Maar op een gegeven moment zaten ze met z'n vieren op een kamer. Wij slipten gewoon dicht. Want wij konden die kinderen niet meer kwijt. Wij kregen totaal geen medewerking. De overheid heeft ons op een verschrikkelijke manier in de steek gelaten. En wij konden kinderen niet weigeren. En niet te slim. En er kwam nog iets waar wij geen rekening mee hadden gehouden. Omdat we er waren, gingen kinderen weglopen uit kindertehuizen die anders niet weggelopen zouden zijn. Dus we werden ook nog verrast door een groep kinderen die wij niet verwacht hadden. Maar terugkijkend, je bent nu 87. Wat heeft jou nou zo aangegrepen in die kinderen? Dat je daar toch eigenlijk zo'n groot deel van je leven aan besteed hebt, om het zo maar te zeggen. Het feit dat het kinderen waren, tussen 12 en 16 jaar. En ik heb bijvoorbeeld, ja, je vertoont nu Jan Rappersema, wat overigens ook tegen de 50ste druk zit hoor, die andere boeken ook. Daarin speelt bijvoorbeeld het meisje Gemma de hoofdrol. Hè? Ja. Het is helemaal naar de werkelijkheid getekend. Ik zie hier mijn vriendin Toos, die kent Gemma. Jullie kennen haar. Een moordmeid, hè? Ze is helaas overleden. Maar ik heb tot aan haar dood ben ik met haar verbonden geweest. Ja. Ze speelt een belangrijke rol in dat boek. Ja. We hebben ook een foto, dat vond ik ook wel een mooie foto. Dat je ergens in de gang zit van je huis, denk ik. Ja. We gaan even kijken of we die kunnen vinden. Dit zijn een paar boeken die je hebt geschreven. Marlijn, weet je welke foto ik bedoel? Die hebben we niet. Er was een foto dat je zit te werken. Onder de trap. Ja, dat inderdaad. Was mijn plek. Ja, daar zat jij dan. Ja. Daar zat je al deze mooie boeken te schrijven. Ja. En uiteindelijk zijn die boeken ook, en daar hebben we nog wel wat scènes van, allemaal toneelstukken. Ja, dat heb ik zelf gedaan. Hè? Ik heb zelf de toneelstukken geschreven. Ja, maar uiteindelijk wilde je het naar een groter publiek brengen. Ja, het is de hele wereld rond geweest. Ja. Ja, laten we even kijken hoe dat eruit ziet. Al die scènes die langskwamen. Dit is een cast, denk ik, hè, van een van de toneelstukken die gemaakt is. Ja, dit zal... Is het Lisbeth List bijvoorbeeld? Ja, dit is Jan Rapp. De zoveelste voorstelling van Jan Rapp. Ik heb zelfs met Jan Rapp in Carré gestaan. Hè. Dit is Trudy Labij, dat is de televisieuitzending. Dus Trudy speelt Gemma. Ja, die had Wilde Kat. Geweldig. Ik kan me dit nog heel erg goed herinneren. Ja, misschien mensen in de zaal hier ook. Fantastisch. Laten we nog wat kijken, want we hebben daar nog meer Volgens mij. Ja, dit is David S. Anne Wil, weer, hoofdrol. Met Leopold Witte, die debuteert in mijn film. Dit is de film. Later een hele grote acteur. Ja, het zijn allemaal grote acteurs. Linda van Dijk, het zijn later allemaal grote acteurs geworden. Nog een foto? Ja, dat is Anne Wil, die haar zoon opzoekt in een... In een kraakpand en die eten voor hem meebrengt. Deze stukken, de boeken die we allemaal kennen, alles op televisie en ook in de theaters, heeft het wat uitgemaakt, Yvonne? Ik bedoel, hebben de kinderen, of is de jeugd van vandaag er beter aan toe dan de jeugd waar jij over schrijft? Het enige is dat ik heb een beeld geschapen en ik heb het ze gegeven en wat ze ermee doen moeten zij weten, dat kan ik niet. Ik kan signaleren. En dat is zo mooi, dat heeft Solzhenitsyn gezegd toen hij de Nobelprijs kreeg. Toen zei hij, ik ben als schrijver, signaleer ik wat er gebeurt. Maar verwacht van mij niet dat ik de oplossing heb. De oplossing moet gegeven worden door deskundigen
die mijn signalement lezen. En daarom, zegt hij, is een schrijver belangrijk als hij signaleert. Nou, goed, hebben ze wat gedaan? Hebben ze wat gedaan met het signaleren van wat jij zegt? Ik denk het wel, anders zou dit ook niet een 50ste druk. En Jan Rad heeft, dat weet ik niet geloof ik, 10 jaar lang iedere avond ergens in de wereld op het toneel gestaan. Tot in Australië en Amerika toe. En ik heb, dit is de Franse uitvoering die in Theater Champs-Élysées in Parijs heeft gespeeld. Daar is nog nooit één Nederlandse schrijver gespeeld. 1600 man in de zaal en de zaal stond op zijn kop. Dit is het meisje Gemma en die zit voor op de grond daar, eigenlijk voor mij daar zo schuin. Het meisje is 15 jaar en is een Marokkaans meisje. En die speelt de sterren van de hemel. Ja. Dus dat heb je allemaal voor elkaar gekregen? Nou, ik weet niet of ik het voor elkaar... Het feit dat het gespeeld werd daar, heb ik voor elkaar gekregen. Nee, ja, ik niet, het stuk heeft het voor elkaar gekregen. Maar goed, het zijn jouw teksten, jouw signalering. Ja, het is een signalering. Nergens. Kijk, het leuke is dat je die trap... Ze bouwden een totaal huis op het toneel. Ja, om dat allemaal in kaart te brengen. Ja. Zo heeft het ook in Carré gestaan. Dat is toch wel leuk. Guus Oster, directeur van Carré, die kwam bij de première met Linda van Dijk. En het was in een mini theatertje in de brakke grond. En het was zo'n goede voorstelling. Die zei, wat doen jullie daar? Kom in. Ik heb Carré vrij voor jullie. En dan ben ik erin gespeeld. Ja. Dat kon toen nog vroeger, hè? Ja, dat kan nou niet meer. Nee, het zijn wel musicals. En vind jij nou, want wij hebben, ik sprak voor de uitzending van Omroep Max, die dus nog uitgezonden wordt met Paul van Vliet. Paul van Vliet, dankjewel. Ja. Het boek werd toen gepresenteerd van Paul van Vliet in Paagman, jij was daarbij. Wij waren daar ook bij om dat te filmen. Toen sprak ik na afloop met Paul van Vliet en die zei, ja, Yvonne Kuls is de grand dame van de Nederlandse literatuur. Alleen, eigenlijk zijn er altijd van die azijnzeikerige critici geweest en is zij daardoor wel miskend? Voel je je ook miskend? Nee, natuurlijk niet. Kijk, ik ben niet miskend, want ik ben door de hele wereld gespeeld, dus dan kan ik nooit miskend zijn. En die azijnzeikerige critici, die zijn er. Maar ik heb toch maar de prijs der kritiek van de Nederlandse theatercritici gekregen, wordt eens in de 10 jaar uitgereikt. Die heb ik gekregen, dus het is niet zo dat zij de overhand hebben. Nee. En we hebben ook een foto dat je met Harry Mulisch staat. En hier, want je zit met je handen in de lucht. Hier lacht hij nog. Maar ja. Want wat gebeurt hier, dat moet je dan even uitleggen. Jij wint van hem, hè? Van de trouwe publieksprijs. Wij waren genomineerd. En hij komt nooit als hij niet zeker weet dat hij wint. Ah. En toen werd er gezegd dat ik wil de trouwe publieksprijs. En ja, dat is een reuze klap voor hem geweest. Ja, en hoe was het voor jou dan? Want je ziet er enorm blij uit. Ja, ik ben geworden. Ik had me niet eens, ik had gewoon een trui aan. Ik dacht, ik ga me zo. Hij was keurig aangekleed. Ik dacht, nou, ik win toch niet van hem. Maar voel je je niet euforisch daar? Ik bedoel, dat moet toch fantastisch zijn geweest? Ja, ja, dat zie je. Dat je Harry Mulisch klopt, eigenlijk, hè? Want dat was het. Ja, nou, hij wist zeker dat hij de prijs deed. Anders was hij niet gekomen. Nou, het is een mooi verhaal. Ja. We hebben nog een foto met een andere heel belangrijke Nederlandse schrijfster. Ah, oh, Hella, ja. Hella Haasen. Heb je ook een boek over geschreven? Ja, nee. Zoals ik jou ken, ken jij mij. En dat gaat over Hella Haasen. 45 jaar vriendschap met haar. Precies, ook twee hele mooie vrouwen trouwens. Toen waren we heel jong en dat is in de periode dat wij elkaar leerden kennen. Ongeveer. Ja. Ja. En hoe zou jij die vriendschap willen kwalificeren? Moeizaam. Heel moeizaam. Maar wel heel trouw. Maar er was altijd wat. En het is altijd lastig geweest. Maar ik heb heel veel van haar geleerd. En zij kennelijk ook van mij, dat heeft ze ook gezegd. Maar ik heb tot 3 keer toe is er een heel pijnlijk iets voorgevallen tussen ons. 3 keer moest er gekozen worden tussen Hella en mij. Voor een opdracht om belangrijke dingen voor de televisie te brengen, onder andere de boeken De Kleine Zielen. Dat was een serie van 10 delen over Wim Peres.
Helm is veel meer van Coupeerders dan ik. En toch ging de opdracht naar mij. En dat was heel pijnlijk voor haar. Maar de grootheid van Hella is gebleken doordat zij toen aanbood om mij als adviseur te begeleiden. Nou, dat is natuurlijk geweldig dat ze dat deed. Terwijl ze toch verwacht had. Maar dat is lastig voor een vriendschap, hè? Natuurlijk. Jaloezie de métier is het dan een beetje, hè? Nou, voor mijn kant niet. Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat ze allebei zo'n opdracht. Je bent goed bevriend en hij gaat naar een van jullie. En dat is pijnlijk. Nog eens twee keer met De Koperen Tuin van Vestijn. Mooiste boek van Vestijn, dat werd ook verfilmd. En daar was Hella er helemaal zeker van, want Hella is een Vestijn-kenner. En ik ben maar onbenul. Maar het verschil is, het moest gedramatiseerd worden, er moest toneel van gemaakt worden. En Hella had geen ervaring daarmee, en ik wel. En de dramaturg die dat moest kiezen, die koos voor, ja, die zei, ja, die tante die weet wel niks, maar die kan wel toneel schrijven. En alweer zei Hella, ja, om het niet in de soep te laten lopen, zal ik je adviseur zijn. En ze heeft mij heel veel belangrijke dingen gezegd. Ja, dus uiteindelijk is die vriendschap toch een vriendschap gebleven. Nee. Ondanks dat hij moeilijk was. Nee, het is toch wel moeilijk geweest. Ja, er zijn andere dingen gebeurd. Ja, dat ik weet waar je op doelt, maar ik denk dat we daar bijna geen tijd voor hebben. Nee, daar hebben we geen tijd voor. Nee. Maar zou je, want ze leeft nu niet meer, zou je wel durven zeggen dat jullie toch nog steeds vrienden zijn? Nou, ik heb altijd grote liefde voor haar gevoeld en zij ook voor mij. Maar als er essentiële dingen gebeuren in je leven, dan merk je toch dat ertussen staat. Dat merk je. Maar toen zij zou overlijden, dat wist zij, toen heeft zij mij toch geroepen. En toen zei ze tegen mij, ze hadden haar nog net kunnen eren door de CPMB, dus de Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek, had haar boek Oerug uitgekozen om cadeau te geven aan iedereen. Hè. En dat zou dan in Carré een toneelvoorstelling komen. En toen zei Hella, ja, dan moet het gedramatiseerd worden. En toen zei ze, ja, er is er maar één die het mag doen. En toen zei ze, dat moet Yvonne doen. En dat vond ik ook weer zoiets groots van haar. Dat ik toch, het was iets tussen ons, maar dat ze toch, ze koos voor mijn vakmanschap. Toch echte vriendschap dan? Ja, maar niet alleen mijn vrienden. Ze koos echt voor vakmanschap. Haar boek waar ze mee, haar leven mee begon, dat wilde ze niet zomaar uit handen geven aan iemand die het een beetje zou proberen. Ja. En ze dacht, nee. Dus, en ik zei nog, er zijn er genoeg hoor, op het ogenblik, die het kunnen. Maar zij zei, nee, ik heb dat meegemaakt met jou 3 keer, want het is nog een keer gebeurd, maar niks Gijzen moest verfilmd worden. En weer dacht zij, ik ben de grote Marnix Gijzen-kenner. En alweer zei David Koons, zeiden ze, nee, jij moet het doen. Je hebt meer ervaring voor televisie. En nu zei ze, bij de keus van haar eigen boek, had ze wraak kunnen nemen. Als ze een slecht mens was geweest, had ze het gedaan. Het heeft ze niet gedaan. Ze heeft gekozen voor haar eigen kind, voor haar eigen boek. En ze zei, jij moet het doen. Even, zometeen wil ik het nog hebben over je gezin. Want dat is misschien wat het allerbelangrijkste in je leven. Maar misschien nog een kort stukje muziek? Ja, alleen zal dat niet direct aansluiten bij het voorgaande. Nee. Ja. Waarbij de kanttekening dat mijn pen ten dienste staat van datgene wat Yvonne in de loop van de jaren heeft geschreven en verteld. Ik ben, zoals je dat zou zeggen, een totok. Een Nederlander die, als die in Indonesië komt, ook gevoeld wordt als een orang blanda. Een mens uit Nederland. Maar dankzij Wieteke van Dutt en Yvonne Keuls kwam ik op Java. En een van de dingen die je daar doet, is dat je, als je in Jakarta geland bent, dan ga je al vrij snel het binnenland in. En dat kun je doen door de trein te nemen van Batavia, Jakarta, naar Bandung. En Bandung ligt hoog, de berggeur van Java, en daardoor is het 's avonds aangenaam koel. En dat bracht de Nederlanders vroeger
ook ertoe om daar hun bestuurscentrum in te richten. Maar die slingerende treinroute omhoog naar Bandung, toen ik die rit maakte, schreef ik het volgende lied. Als Totok. Dit mooie land is nooit van ons geweest, al staat het wel zo in de oude boeken. Ze kwamen om ons geluk te zoeken. In houten schepen, stalen mannen, maandenlang op zee. En eeuwenlang ging alles goed, dankzij de VOC tenminste. Dat is wat je leert en wat je leest. Maar dit mooie land is nooit van ons geweest. Het geeft peper en nootmuskaat. Het bewaken van het straffe monopolie. En later onder rubber en de olie. Een ruimte vol met suiker, met koffie en met thee. Een bittere gevechten op Albon en Atje. Westerlingen werden vaak zeer terecht gevreesd. Maar dit mooie land is nooit van ons geweest. Je weet natuurlijk wel van Multatuli. Misschien ook van Heuts en van Colijn. En zou de stille kracht er nog wel zijn. Maar steeds als je vertrekt, neem je die vreemde heimwee mee. Dat heb je nooit. In Singapore, Hongkong of in Taipei. Die weemoed waar je nooit meer van geneest. Maar dit mooie land is nooit van ons geweest. Nog altijd vind je flarde Nederland. Op straten in de taal en op de pleinen. Misschien zal het bloed helemaal verdwijnen. Illusies van het je bent je mee. Nederland als wereldmacht, een wonderlijk idee. Nee, we hebben het een hele tijd profijtelijk beheerd. En al was het goed bedoeld, er ging een hoop verkeerd. En voor de kleine man denk ik het meest. Maar dit mooie land is nooit van ons geweest. Dit mooie land is nooit van ons geweest. Dit mooie land is nooit van ons geweest. Het gezin, Yvonne, laten we daarmee eindigen. Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. En dan beginnen we natuurlijk, je hebt hem al een paar keer genoemd. Jouw man Rob, hij zit hier ook in de zaal. Dit is jullie trouwfoto. Prachtig ook. En ook nog een foto dat jullie al wat verderop zijn in jullie leven. Ja. En nog steeds bij elkaar. En hij zit hier, dat valt mij dan op. Hij kijkt zo trots naar jou de hele avond. Ja, dat zie jij niet. Maar dat zie ik af en toe wel in mijn ooghoek. Ja. En dan denk ik, wat een lieve man. Ja, dat is je. Wat een mazzel heb jij dat je zo'n man hebt. Ja, echt toch mazzel. Hij heeft ook wel zo dat hij jou is, natuurlijk. Maar ik bedoel, het ziet er fantastisch uit en het is toch wel. Want hoe lang zijn jullie getrouwd? 65. 65, ja. Dat is toch wel. Ja, mensen willen gaan klappen daarvoor. Dat snap ik heel goed. Nou, dat is echt een af, hè, altijd. Maakt het niet mooier dan het is. Wat dit is in Indonesië. Maar hoe bedoel je op en af? Nou ja, die hebt toch een leven. Dat gaat toch een stap vooruit, twee stappen achteruit, twee stappen vooruit, één af. Is het van helemaal. Ook in relaties is het niet altijd makkelijk. Want wij zijn allebei in het land geboren, inderdaad. We zijn allebei zelf te ziekenhuis. En hier maken wij een tocht van 6 weken, geloof ik. Door Indonesië. En ja, dat was wel een. Bijzonder. Ja, dat is wel bijzonder. We hebben nog meer foto's van jouw gezin. En daar gaan we een beetje snel doorheen, denk ik. Marjolein, die dat voor mij bedient. Dit ben jij met jouw drie dochters. Ja. Nou, dat is een fantastisch plaatje. Zo die rokjes. Ik heb ook zo'n foto waar ik zo'n rokje aan heb. Die waren ontzettend populair volgens mij. Laten we naar de volgende foto gaan. Ja. Hier, dan zijn ze iets ouder. Ja. Zie je er ook fantastisch uit. Met de drie meisjes die allemaal ontzettend blij zijn. En zo kunnen we verder gaan. Want we gaan eigenlijk een beetje door het hele gezin heen. Oh, god, ja. En dit met z'n allen op vakantie. Ja. Ergens in een ver buitenland. Ja. Denk ik zomaar. Met de drie dochters en aanhang. Ja, vrienden. Ja, allemaal mee. Alles ging altijd mee. Ja. Volgende foto. Kijk, oh, god, ja. Ja, deze vond ik ook wel heel grappig. Ja. En jij zit aan het sturen. Ik vond dit ook wel een typerende foto, want ik denk ook wel dat jij in het gezin een beetje aan het stuur zit, toch? Nou, nee, we zitten allemaal aan het sturen. Nee hoor, dus,
Iedereen heeft van alles te zeggen. Ja? Ja. Maar je moet wel naar mij luisteren. Zie, ik zat een beetje te zoeken naar die moeder van je. Want uiteindelijk zit hij ook wel een beetje in jou, toch? Nou, dat moet. Dat kan je anders. Maar zo ben ik niet, hoor. Beetje, de voorste dochter die daar, dat is precies mijn moeder. Ja. Welke bedoel je met het jurkje, met het witte jurkje aan? Nee, dat is je kleindochter. Oh, dat is je kleindochter. Ook met het zwarte muziek. Haar moeder... Ja, dus die op dangen wijzen, hè? Huh? Ik denk dat je dan voor de mensen in de zaal ook even die moeder... Ja, dat is waar. Ik denk dat het... Dat is precies het karakter van mijn moeder. Ah. Ja. Die krijgt alles voor elkaar, iedereen. Dat is mogelijk, hè? Ook in mij. Maar goed, wat een rijkdom met ook kleinkinderen bij. Ja, met z'n allen, met acht kerk, mijn eerste kleinkind. Ja, en dat is, dan is de cirkel en weer die om. Die heeft dus nu weer een klein dochtertje. En daar heb ik ook zo'n foto van. Zo staan. Dus is mijn achterkleindochter. Ja, wat geweldig. Ja. Ja, en ik bedoel, heb je, als je daarop terugkijkt, want je hebt altijd ook heel veel gewerkt. Heel veel bezig geweest, overal op de podia gestaan. Ja, heb je terugkijkend voldoende tijd gehad voor je gezin? Ja, natuurlijk. Dat is dan de belangrijkste. Maar ze moeten ook zelf aan de slag, hè? Zo is dat nou eenmaal. Hoe bedoel je dat? Ja, ze hebben een eigen leven, ook nog. Ja. Dus wij ook. Dus, maar konden ze het bijvoorbeeld, want ik heb ook toen met jouw dochters gesproken. Ja. Zij hadden begrip voor het feit dat jij je ook zo ontfermde over andere jongeren. Nou ja, ze wisten hoe ik in elkaar zat en dat het geen gulden van mij was. Dat wisten ze. En dat het een onderdeel is van mijn bestaan en mijn groei, mijn geestelijke groei. En mijn geestelijke groei is ook weer, daar spiegelen zij zich op weer aan. Maar de familie is een heel close. Kom ook allemaal eten. Hè? Dat. Als wij met kerstmis zitten, er 18 mannen aan tafel. En dat is de tafel van mijn moeder. Die dus ook met me zaten, we ook allemaal. Dus dat wordt doorgegeven, dat met elkaar eten. Ja. Ja, je hoeft elkaar niet de hele dagen op elkaar schoot te zitten. Maar daarom volg je elkaar heel goed. En laten we eerlijk zijn, ze zitten bijna op schoten, want ze wonen allemaal om me heen. Ja, dat is dan wel dankbaar. Ja, dat is wel makkelijk. Ja. Goed, we zijn een beetje aan het eind, denk ik, van dit gesprek. Terugkijkend, hè, 87 ben je nu. Ik bedoel, aan het begin zei je al, ik voel me eigenlijk nog steeds 8. Maar goed, je bent 87. Heb je nou ergens spijt van? Spijt? Ja. Nou ja, eigenlijk ben ik nooit met het verleden bezig. Dat is het punt. Want toen jij zei stemmen uit het verleden, dacht ik, ja, verleden. Ik ben eigenlijk helemaal nog steeds met de toekomst bezig. Met alles wat nog kan. En wat, nou, ik denk nooit dat het niet kan. Daar gaat het juist om. En dat is ook mijn makker, want ik ben eigenlijk, ik ben nooit moe. En nee, dat is vervelend, want dan doe je alles, hè. Ja, want je moe worden is niet voor niks. Dat is om je zelf je rust neemt. Ja, en dan loop je wel eens tegen muren op, hè. Dat krijg je niks. Ja, maar jij zegt, ik ben nooit moe en jij nog steeds... ik ben niet moe. Ja, je hebt nog steeds fut om, of pit om verder te gaan. Ja. En wat wil je dan nog? Is er dan nog iets wat je heel graag wil? Ja, ik wil bepaalde mensen... We hebben het wel eens over gehad. Ik wil bepaalde mensen die onrecht is. Ja, Erik. Ja? Ja. Daar wil ik toch eerherstel voor. En ook voor jongeren die misbruikt zijn, kom ik er toch op. Dat is nooit bij mij uit mijn gedachten. Nee. Daar heb je ook een boek over geschreven, over een rechter die kinderen zou hebben misbruikt. En, ja. en die heb ik aangeklaagd. Die heb je aangeklaagd. En eigenlijk dacht ik later, was jij iemand die daar toen al mee kwam. Ik had bewijzen in handen en het is geseponeerd. Want de vriendjes houden het elkaar de handen. Ja, maar dat kindermisbruik, dat zag je daarna ook in de katholieke kerk. Overal, je ziet het overal terugkomen. Ja, en jij was een van de eerste die daarover schreef. Ja, ik ben waarschijnlijk de eerste, maar dat doet er zelfs niet eens toe. Mm-hmm. Ik ben wel iemand die doorgaat. Dus ik ben
nog niet klaar met die handel. Nee. En het is zo dat ik had een fantastische advocaat. Hij is nu overleden. En dat was Pieter Herman Bakker Schut. En dat was notabene de advocaat van de Rode Armee-fractie. Nee, daar komen we dus om. Ik had geen cent te makken, dus zeker niet voor een advocaat. Maar die heeft zich bij mij gemeld. En die heeft tegen mij gezegd, weet je wel wat er met jou gebeurt? Je wordt vermalen door justitie. Je hebt een goede advocaat nodig. Ik zei, ja, ik kan wel wezen, die kan ik niet betalen. Toen zei hij, ik had nooit vergeten, wie heeft het hierover gehad? Ik ben jouw advocaat, klaar. En deze man heeft mij bijgestaan. En zijn vrouw is Adèle van der Plas. Die naam kent u misschien. Dat is nu de vrouw, hij is overleden, die alles overneemt. En die onder andere Demmink aanklaagt. En zij is een pittige tante en ze gaat door. En wij weten allebei, en we weten van meerdere mensen, maar we weten in ieder geval allebei, weten we dat het een lange adem heeft. En ik ben misschien de enige levende getuige. En dus is mijn getuigenis bij de notaris opgenomen. Als ze doodgaat, is ze er. Maar ik geef dat niet gauw op. Want als je weet hoeveel honderden kinderen de slachtoffer zijn geworden van jeugdzorg, van justitie. En dat die kinderen geen kant uit kwamen. Toevallig, mijn man die zei vanmiddag, vanavond, wij stonden klaar om te vertrekken. Hij zegt, god, ik heb Robert aan de telefoon. Ik heb gezegd dat wij naar een lezing moeten, dat we iets moeten, dat even niet kan. Dat is een jongen die 30 jaar geleden, 6 jaar door de directeur van jeugdzorg misbruikt. Dus 6 jaar lang, hè? Niet even. En die jongen komt bij mij en ik ga naar de directeur en ik zeg, dit alsjeblieft, dit zijn de bewijzen. Ik klaag u aan, tenzij u erkent dat het zo is. En de man begint te huilen. En die gaat over zijn eigen leven praten. Dat hij zelf altijd misbruikt is. Ik zeg, daar heb ik het niet over. U bent nu bezig als directeur van jeugdzorg. Een jongen zijn leven helemaal te verzieken. Nou, die man is niet ontslagen. Daar gaat het om. In mijn boek noem ik zijn naam. Ik zal het vandaag maar even niet doen. Hij is niet ontslagen. Er is hand boven het hoofd gehouden. Justitie heeft hem gehouden, want hij wist weer te veel over de mensen van justitie. Dus het moest toegedekt blijven, dus dat ging niet. Maar deze jongen, die Robert, die heb ik geholpen. En die heeft een boek geschreven. En dat heet Weggejorist. Dat is niet van niks, Joris Demmink, Weggejorist. En in dat boek heeft hij alle brieven, alle documenten die op hem staan en op het misbruik, heeft hij ingezet. Adèle van der Plas gaat dat gebruiken. En dan kom je nu rechtszaken door. Nou, we zijn heel benieuwd. Ja, ik dacht, het is best wel een ingewikkelde materie om dat te gaan bespreken, maar we hebben het toch genoemd omdat we eindigen er toch mee omdat jij zoiets zegt, ik wil dat toch nog kwijt. Dat is de toekomst en daar blijf jij voor strijden. Tuurlijk. En als de paus de kardinalen roept en zegt, jongens, dat gaan we anders doen, dan vind ik dat justitie nou maar eens met de billen bloot moet. Wat er gebeurt. Ja. Ik wens je nog heel veel jaren om dat te kunnen doen, Yvonne. Dankjewel. Ik weet niet of er nog hele dringende vragen zijn, want ik vergeet helemaal het publiek. Die mochten ook nog dingen zeggen als ze dat wilden. Ik weet niet of er nog iemand echt zoiets heeft. Dat wil ik zo graag weten. We hebben 5 minuten. Ja, we hebben best wel 5 minuutjes om een paar vragen te beantwoorden. Kan ik iemand daar nog heel gelukkig mee maken? Of is gewoon heel veel beantwoord? Dan hebben we het goed gedaan, Yvonne, denk ik. Als dat zo is. Ja, kijk eens. Dus ik wil even te binnen dat ik alleen maar mooi vind om te benoemen in mevrouw, mijn moeder, dat je met je moeder naar hondjes ging ruiken. Ach, ja. Dat schiet me ineens weer te binnen. Ja. Was er een puppy geboren? Nou, ja, dat was zo geweldig. Mijn moeder had geen grote dingen nodig. Geen opera, geen dit en dat. Maar die ging zich, kom, we gaan ons kleden. Die wist dat er ergens een nest hondjes was. En die ging dan met mij, kind nog, hondjes kijken en hondjes ruiken. Okay. En die hondjes die werden uit het nest gehaald.
om meer ronde melk lucht. Oh, schattig. Ik heb dat niemand ooit zien doen. Zo simpel. En de dag was weer goed, ze had hondjes geroken. Ja, nou, dat is zo geweldig. Je doet er zo mooi na, hè? Dat wil iedereen horen. Ja. Nog een vraag? En er komt een microfoon naar me toe. Ik sta hier in mijn schort, maar goed. Wat ik zo fijn vind, is ik sta hier te werken en ik hoor het allemaal. Ik heb natuurlijk ook het een en ander gelezen voor school. Maar er zijn zoveel mensen, onder andere mijn moeder, die ook uit Indië komen. En waar de familie al langzaam uitrafelt en komt te overlijden. En die heel veel vragen heeft en heel weinig antwoorden heeft op dingen die haar nu later in het leven parten gaan spelen. En dan vind ik het zo fijn dat ik op dit moment kan zeggen van bedankt dat je heel veel dingen nu hebt achtergelaten daar op je tafel en in je verhalen waar ik nu zo meteen aan mijn zoon ook weer het een en ander aan ja, kan gaan vertellen over wat er is gebeurd of waar onze... Nou zie je wat een, ja, wat een boek kan doen. Hè? Wat een boek kan doen. Je moet allemaal lezen. Mijn moeder heeft helaas niet de gelegenheid. En u wel. Bedankt daarvoor. Dan eindigen we met nog een... Een stukje. Een fragmentje. Ik heb meer liedjes bij me dan ik vanavond heb laten horen. Maar daar komen we misschien nog aan toe via een cd'tje verderop. Maar Onvermoeibaar op de Bres voor Insulinde en Den Haag. Dat is uit het lied dat ik schreef toen Yvonne de cultuurprijs van de stad Den Haag kreeg. En dat is geen kleinigheid, want in welk gezelschap ben je dan? César Zuiderwijk, Paul van Vliet, Auke de Vries, Anouk Thewe, jawel. En Hiertje Kilian, dat danstheater. En Yvonne Keuls, cultuurprijs van de stad Den Haag. Omdat ze inderdaad onvermoeibaar op de Bres voor Insulinde en Den Haag. Voor de schoonheid van de kunst en van het leven. Het was namens heel de stad het Marjolein de Jong. De cultuurprijs aan Yvonne Keuls kwam geven. En slamat makka, slamat janna. Lekker eten, verre reizen. Dat zijn wallen, zegt de oude garde. Maar het blijft tong tong. Keuls wordt telkens weer gelezen in theaters en paleizen. En de prijs van onze stad houdt haar nog vele jaren jong. Viva Yvonne. Keuls is uniek, boeiend, meeslepend, steeds energiek. Vol onvolprezen, gelezen, markant. Straalend, vermaakt, verhalend, van vaals tot katzand. Van het veen en het zand, van Jan Rob en zijn maat. Yvonne die vandaag in het zonnetje staat. Ze is een boegbeeld voor een trotse generatie. Dag aan dag is ze betrokken en ze is ons kroonjuweel. Dus we zingen met z'n allen, geef de dame een ovatie. De cultuurprijs van Den Haag viel je zeer terecht ten deel. Viva Yvonne, Keuls is uniek. Boeiend, meeslepend en steeds energiek. Vol onvolprezen, gelezen, markant. Stralend, verhalend, van vaas tot katzand. Van het veen en het zand, van Jan Rob en zijn maat. En vol die vandaag in het zonnetje staat. Vol jij die vandaag in het zonnetje staat. Hans Snijder, dankjewel. En natuurlijk ook dankjewel Yvonne Keuls. En dank u voor uw aandacht. Tot de volgende keer. Dus daarachter zijn de boeken, de hele tafel vol. En dan Yvonne, die gaat er nog even zitten als ze nog kut heeft, maar ze heeft zo'n twijfel om de boeken te signeren. Dankjewel.